Er is Khalid Kassem alles aangelegen om op televisie te blijven. Voorafgaand aan dit tv-seizoen gaf hij aan dat Khalid Sophie dit seizoen zo goed moet worden dat de NPO niet om de talkshow heen kan. De omroeptop is namelijk van plan om het programma na de zomer in te ruilen voor Eva Jinek. Sterker nog, volgens het AD is dat al helemaal rond. Het gevolg, Khalid zit ons eten de streber uit te hangen, maar volgens Angela de Jong zal hij nooit de top halen. Dat hij daar in elk geval nog ver van verwijderd is, bleek gisteravond op de dag van haar felle kritiek tijdens zijn interview met Pieter ontzicht. Het gesprek was onaangenaam, onprettig en volgens kijkers zelfs behoorlijk onbeschoft. Kalit lijkt zich te hebben voorgenomen om er hard in te gaan, maar er was werkelijk geen enkele aanleiding om er hard in te gaan. Vorm boven inhoud, en de kijker kan het niet waarderen. Het begon al vanaf de eerste seconde, ontzicht gaf zijn eerste interview na het presenteren van zijn verkiezingsprogramma, en ook de schrijver daarvan zat aan tafel. Het zat Khalid duidelijk niet lekker dat ontzicht niet alleen kwam, maar met een collega van zijn partij NSC. Het hele eerste deel van het gesprek ging daarover, het lijkt er wel een beetje op dat u misschien net wat meer steun nodig heeft om het verkiezingsprogramma goed te kunnen uitleggen. Om onduidelijke redenen bleef Khalid ook lang hangen bij ontzichtsbezwaren tegen het belastingvoordeel voor expats. Daardoor bleef er geen ruimte meer over voor het belangrijkste thema van zijn partij, beter bestuur. Ik zou het ook nog wel willen hebben over het eerste hoofdstuk, probeerde de politicus nog. Khalid kapte ontzicht heel ongalant af. Ja, dat moeten we doen en wellicht in een nazit, maar dat lukt niet meer op televisie. Ontzicht doet een poging, ja, maar we beginnen met de hervorming van het bestuur. Daar is het helemaal mee misgegaan en dat is echt. Khalid, we moeten nu echt door. Dank dat jullie er waren. Het is dinsdag, dus dat betekent nieuwe muziek. Van ene Hanna mee, tot zover prioriteiten. Ontzicht kijkt hem verbijsterd aan en begint maar te klappen. Khalid krijgt op X echt vernietigende kritiek. Ontzicht heeft amper tien minuten spreektijd gekregen, en er werd alleen op hem ingehakt met arrogante kijk eens waarmee ik hem durf te confronteren, vragen zonder echte interesse in het antwoord. Als ik ontzicht was, zou ik voortaan een van die 43 anderen laten gaan, schrijft Suzanne. Oud KRO-baas Ton Verlind, helder verhaal van Pieter Ontzicht in het programma Kaliet Sophie van vanavond. De enige die het niet begreep was interviewer Khalid, maar die werd gered omdat gelukkig voor hem de gereserveerde tijd om was. Goed nieuws showster Talita Muse is in shock. Echt, het cynisme druipt ervan af bij het interview van Khalid met Pieter Ontzicht. Probeer eens als uitgangspunt, knap hoe snel u een partij heeft gevormd en een inhoudelijk programma heeft gemaakt. Vertel eens meer over dit punt, waar is de nieuwsgierigheid? Kalit is dan ook meer team Timmermans, merkt iemand op? Talita, ja oké, okay, maar dan kan je nog wel een behoorlijk interview houden, zou je zeggen. Dit was gewoon gezeik over waarom zegt u geen 18 euro minimumloon in plaats van 16, terwijl hij daar al 10 keer antwoord op had gegeven. Echt bedroevend.